De terugwedstrijd van NEC tegen FC Emmen lijkt een formaliteit. Donderdagavond won NEC in Emmen met 3-1. In de rust stonden de Nijmegenaren nog met 1-0 achter, maar dat werd in de tweede helft rechtgetrokken. Daardoor kan het volgens trainer Rondegoot zondag bijna niet meer misgaan. Nee, in principe mag het ook niet meer fout gaan natuurlijk. Maar goed, je moet er wel eerst spelen natuurlijk. En, je staat met 3-1 voor en het is toch de voetballerij. En je moet geconcentreerd beginnen weer, scherp beginnen. Dat is het allerbelangrijkste, dat je deze lijn doortrekt in ieder geval. In je speelwijze ook, maar ook in de manier van spelen. En het vertrouwen blijven houden, dat is het allerbelangrijkste. De Groot vond Emmen vooral in de omschakeling sterk. Nou, ik moet zeggen, de eerste 20, 25 minuten hadden we het moeilijk. Vooral in de omschakeling zag je dat Emmen gevaarlijk kon worden. Stonden niet altijd goed in het middenveld. Voorin met 4 man vrij hoog op. Waardoor je ook mensen tekort komt in het middenveld. Ja, dat deden we de eerste 20, 25 minuten nu niet goed. Daarna pikken we dat beter op. En zie je ook dat we kansen creëren. En eigenlijk niks meer weggeven daarna. Maar goed, je gaat wel rusten met 1-0 achterstand. Maar goed, we hebben ook... vertrouwen gehouden en we zijn blijven voetballen. Ik denk dat de tweede helft dik en dik verdiend was, die 3-1. Volgens Gerard Borgman van de Gelderlander gaat NEC het niet meer weggeven. Dat gaat zondag niet meer fout. Slecht begonnen, ik vond dat ze nerveus begonnen, wat ook wel logisch is gezien de druk die er toch op staat op zo'n ploeg. Snel met 1-0 achter, toen kreeg Emmen een grote kans op 2-0. Die ging er niet in en op het moment dat Breinburg die gelijkmaker maakt, dat was echt voor mij het kantelpunt. Want daarna zag je dat het verschil aan individuele kwaliteit zo groot was dat het makkelijk, dat NEC makkelijk uitliep naar 1-3. En dat gaan ze hier niet meer weggeven. In de tweede helft was het klassenverschil tussen de twee ploegen duidelijk te zien volgens Borgman. Ja, normaal gesproken is dat een formaliteit. Ik bedoel, een marge van 2 doelpunten met het klassenverschil dat je met name in de tweede helft zag gisteren, gaat dat echt niet meer fout hier. Op social media ging het tijdens de wedstrijd meer over de veel te zware Emmen-speler Gennaro Cefuik. Ja, kijk, iedereen viel daar gisteren overheen en deed er erg lacherig om. En het is natuurlijk ook wel vreemd dat in betaald voetbal iemand met zoveel overgewicht als full prof. Maar die jongen heeft volgens mij altijd overgewicht gehad. Ik ken hem eigenlijk niet anders, zeker niet de laatste jaren. En wat mij dan wel opvalt, ik heb even nog wat de statistieken van hem gezien. Hij is in het buitenland geweest, Schotland dacht ik. Daar heeft hij toch behoorlijk wat doelpunten gemaakt. Dus het is in elk geval wel een opvallend fenomeen, laten we zo zeggen. De ploeg van Rondegoot gaat naar alle waarschijnlijkheid beginnen met dezelfde 11. Ja, die kans is vrij groot dat we starten, ja. Ook vertrouwen richting de groep. En als je wedstrijden blijft winnen, is er geen reden tot wisselen normaal gesproken. Zondag om 16:45 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen FC Emmen.